Dag dames en heren, we staan voor een herfstachtige periode de komende 24 uur, want het ziet er niet zo goed uit. We gaan regen krijgen, we gaan ook op sommige plaatsen vrij veel wind krijgen, vooral aan zee dan uiteraard. Nu, als u toch wat beter weer wil, dan kan u eigenlijk richting het noorden van Nederland. Daar is het iets droger, zijn er ook een paar opklaringen, dus daar ziet het er iets beter uit, maar... Ja, de constante voor de hele Benelux is sowieso de komende 24 uur dat het er gewoon herfst zal zijn. We gaan even alles in detail bekijken, hè, uiteraard. Nu vanavond en vannacht een eerste regenzone die al vrij vlug België gaat bereiken. Daar kan al weer redelijk wat neerslag uitvallen. En dan is het zo dat die zone later op de nacht meer richting de Ardennen trekt. En ja, uiteindelijk zie je bijvoorbeeld in het noorden van Nederland, hè, dat het daar eigenlijk wel vaak droog is. Er zijn ook een paar opklaringen die schuiven dan stilletjes aan naar het zuiden. En dat zien we ook wat aan de temperatuur. Ja, daar hebben we eigenlijk de laagste minima van zo'n 6 graden. Elders schommelt het kwik rond een 10 tot 11 graden. En dan gaan we naar morgen. Het ziet er, ja, dat ziet er eigenlijk echt wel... bijna mag ik zelfs het woord slecht gaan gebruiken. Hè? Want goed, we beginnen nog redelijk, maar dan moet u echt al vrij vroeg opstaan. Want bijvoorbeeld het noordwesten van Nederland zit al met een paar Noordzeebuien in de vroege ochtend. Dat gaat er stilletjes aan uit daar. Elders is het nog droog, maar wel zwaar bewolkt. En dan duurt het echt wel niet lang vooraleer dus die eerste regen zal aankomen in het uiterste westen van België. En dan na de middag... Dan zit je met de gebakken peren, hè, want die regen gaat verder het binnenland intrekken en overal gaat het dan goed gaan regenen. In België, ook in het zuiden van Nederland, in het midden van en noorden van Nederland gaan daar al ontsnappen. Dus daar kan het hier en daar wat lichter regenen, maar die echte regen, zoals boven België, gaan ze daar niet te zien krijgen. En als we kijken naar de waarschuwingen, want we hebben een waarschuwing uitgegeven, in level 1 is dat eigenlijk, en die geldt vooral voor het zuiden van Nederland, vooral voor België en dus ook voor Luxemburg hebben we een level 1 gegeven. Voor veel neerslag, want er kan in België een 20 tot 50 liter vallen. Die 50 liter reserveren we dan ook voor de Ardennen. Dus daar is er 50 liter per vierkante meter mogelijk. In het noorden van België is dat 20 liter. En dan, ja, hoe meer u naar het zuiden gaat, hoe meer die hoeveelheden oplopen. En we verwachten ook vrij veel wind, met windstoten aan zee 70 tot 80 kilometer per uur. En opnieuw in de Ardennen zijn er ook windstoten mogelijk tot 70 à 80 kilometer per uur. En tot slot, ook in de Ardennen moet men rekening houden met lokaal onweer. En op het eind van de dag, wanneer die regen doorgetrokken is, zijn er nog enkele buien mogelijk aan zee. En die kunnen ook gepaard gaan met wat onweer. Maar dat is dan vooral iets voor morgenavond. En dan kijken we nog naar de temperaturen en dan worden we helemaal depressief, hè, want dit zijn de maxima 13 tot 14 graden voor morgen. Dus we gaan die dag snel doorspoelen. En dat kunnen we eigenlijk wel vrij snel doen, want op maandag ziet het er alweer een pak beter uit. Met meer zon, hier en daar nog een paar buien, maar het blijft wel fris, 14 tot 15 graden. Dinsdag een beetje hetzelfde qua temperatuur. Hier en daar nog een bui, vooral in Nederland. Maar opnieuw in België is het droog met een wisselende bewolking. En de beste dag zou woensdag zijn met veel zon. En een graad of 16, 17, 18 zelfs lokaal. Nu, we starten wel koud. Zowel op dinsdag als woensdag gaan de minima rond 5 graden liggen 's ochtends. Dus dat wordt toch even wennen. Dat zou donderdag de beste dag zijn met 21 graden. En nog steeds droog weer met vrij veel zon. En wat er daarna gebeurt, dat moeten we uiteraard nog even afwachten. Zo, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, maak het gezellig morgen. Dat kan wel met die lage temperaturen en die regen en die wind. Dus ik zou zeggen, zeker doen. En dan zie ik je gewoon heel graag woensdag terug voor een nieuw video weerbericht. Heel graag tot dan. Dag.